Ja, telecomaandeel Altice is dit jaar eigenlijk al hard opgelopen. En dan is de vraag natuurlijk van, is het niet mooi geweest zo? Nou, ze komen volgende week met de kwartaalcijfers, donderdag. En dan gaan we vooral letten op de aanwas van de nieuwe klanten. Ze zijn erg agressief bezig geweest in Frankrijk met het winnen van nieuwe klanten. We zien bij de andere telecomaanbieders dat die er een beetje moeite mee hebben. Bij Orange was het wat minder. De kleinste Iliad die heeft het helemaal moeilijk. Dus ik denk dat daar wel een kleine verrassing aan zit te komen. En dan is het verder kijken naar de schuldenberg. Iedereen weet, Altice heeft 30 miljard aan schuld. Maar we zien dat met de huidige lage rentes, dat Altice ook weet te profiteren van die lage rentes. Want laatst hadden ze al financiering aangetrokken tegen 2,5% rente. En dat is toch heel anders dan 6 à 7%. Nou, wat ze nou moeten doen, is ervoor zorgen dat die klantenaanwas dat dat doorgaat. Dat ze een goede EBITDA draaien. En dan is het gewoon een kwestie van tijd voordat die schuldenberg omlaag kan. En dan uiteindelijk is het een aandeel met een enorme hefboom. Want dan komt het nu een heel klein stukje eigen vermogen en een heel groot stuk schuld. En dat gaat dan langzaam maar zeker omdraaien. Een stuk eigen vermogen wordt groter. En dat zijn de aandelen natuurlijk. En dat betekent dat die aandelen, als het goed gaat, nog een behoorlijk stuk omhoog kunnen. Blijft wel een risicovol aandeel. Niet voor goede huisvaders, zoals ze in België zeggen.